De gemeente Wisch, bestaande uit de kernen Terborg, Silvolde en Varsseveld, met de buurtschappen Bontebrug, Westendorp, Sinderen en Heelweg, is gelegen in de fraaie omgeving van de Gelderse Achterhoek. Een sterk variërend landschap waar weideland wordt afgewisseld door bosstroken die op hun beurt de akkers begrenzen. Wanneer het koren is gerijpt, het vee buiten loopt en de bomen in volle bloei staan, straalt dit landschap een enorme rust uit. Maar vergis u niet. Het is niet de rust van een traag voortkabbelend bestaan van de Achterhoeken. Kijk om u heen en zie hoe er wordt gewerkt om weer bijtijds het koren binnen te halen en de akkers gereed te maken voor de volgende oogst. Hier is de boer nog verknocht aan zijn paard. Maar nuchter als hij is, schuwt hij de mechanisatie niet. Hier wordt niet geaarzeld, maar vooruitgekeken. Ook al zal hij moeilijk afstand doen van zijn paard, blijmoedig zal hij zijn tractor besturen, zich ervan bewust zijnde mee te werken aan de toekomst. Ook hij, die door deze mechanisatie geconfronteerd werd met werkeloosheid, keek vooruit en vond zijn werk in een van de vele industrieën. Het rustige Achterhoekse landschap, onderbroken door de hardwerkende boeren, zal uw eerste kennismaking zijn met de vooruitstrevendheid van de bevolking. Niet alleen het landschap, maar ook de hierin gelegen kernen hebben veel aantrekkelijks te bieden. Ruim aangelegde woonstraten, afgewisseld door plantsoenen en groenstroken, zetten als het ware het landschap voor tot in de kern. Hier is nog ruimte om te leven. De nieuwe uitbreidingen voldoen aan alle eisen van goed wooncomfort, niet alleen in, maar ook buiten de woningen. Middelpunt van de Terborgse middenstand en biedt de kooplustige een enorm sortiment. Regelmatig worden er winkels verbouwd en uitgebreid om aangepast te worden aan de eisen des tijds. Het bank- en verzekeringswezen is ook hier ruimschoots vertegenwoordigd. Hoewel momenteel de verkeersdrukte in deze winkelstraat overlast biedt, bestaan reeds vergevorderde plannen het doorgaande verkeer door aanleg van nieuwe wegen geheel uit deze straat te houden. De verbindingswegen tussen de kernen en de doorgaande wegen worden zoveel mogelijk aangepast aan het moderne verkeer. In 1968 werd naast deze weg een parallelweg aangelegd om het langzaam verkeer te scheiden van het snelverkeer. De spoorstraat met vele moderne winkels vormt het middelpunt van Varsseveld. Varsseveld is als koopcentrum, speciaal voor mode en textiel, zeer in trek bij de Duitse bevolking. Evenals de andere kernen heeft Varsseveld, waar het gemeentebestuur zijn zetel heeft, een ruime hotelaccommodatie en enkele uitstekende restaurants.
Bijzonder aantrekkelijk is de gezellige vrijdagse koopavond met de rond de kerk gegroepeerde markt. De winkels zijn dan tot 9 uur geopend. Niet alleen de fraaie dorpen maken de gemeente Wisch als woongemeente favoriet, maar vooral ook zijn goede verbindingswegen met alle delen van Nederland en Duitsland, de ligging aan goed vaarwater en het openbaar vervoer. Terborg en Varsseveld zijn opgenomen in het spoorwegnet der Nederlandse spoorwegen, terwijl de bussen van de Gelderse tramwegen alle kernen en buurtschappen aandoen. De regionale kernen Doetinchem en Winterswijk en op grotere schaal Arnhem en Enschede zijn dan ook in betrekkelijk korte tijd bereikbaar. Deze grotere plaatsen bieden mogelijkheden die Wisch niet heeft, zoals grote warenhuizen, ziekenhuizen en schouwburgen. Vooral in het oude gedeelte der kernen zijn de straten vaak smal en ongeriefelijk. Door reconstructie wordt getracht deze straten zoveel mogelijk aan te passen aan de nu gestelde verkeerseisen. Verbredingen, nieuwe deklagen en de aanleg van parkeerstroken vormen hiervan een onderdeel. Ieder jaar worden op deze manier vele straten gereconstrueerd. Ook de aanleg van nieuwe wegen in en buiten de kernen vordert gestadig en vele plannen liggen reeds klaar om op korte termijn te worden uitgevoerd. Zoals in nagenoeg alle gemeenten in ons land heerst er ook in Wisch een woningtekort. Met inzet van alle krachten tracht het gemeentebestuur dit tekort op te heffen. Naast het voeren van een actieve woningbouwpolitiek, hetgeen tot uiting komt in het bouwen van woningen voor gemeenterekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne rationele bouwmethoden, stimuleert zij de particuliere woningbouw waar en zover dit in haar vermogen ligt. De uitbreiding van het wegennet en het aantal woningen brengt met zich mee dat ook het rioleringsnet hieraan moet worden aangepast. Voor de oude riolering is het onmogelijk de tegenwoordige afvoer te verwerken. Voor alle kernen zijn daarom nieuwe rioleringsplannen opgesteld en aan de hand hiervan worden nieuwe rioleringen gelegd en de bestaande riolering vervangen door buizen met een grotere capaciteit. Hoewel de gemeente twee zuiveringsinstallaties in gebruik heeft, blijkt hun capaciteit nu onvoldoende te zijn. Daarom is de gemeente nu aangesloten bij het regionale waterzuiveringsbedrijf De Wazog. De Roomberg te Silvolde is het begin van een uitbreidingsplan voor ongeveer 400 woningen. Met de verdere aanleg van deze uitbreiding zal begin 1970 worden gestart. Thank you.
Ook in Terborg wordt de woningbouw actief ter hand genomen. Deze woningen zijn reeds in een vergevorderd stadium en de meeste zullen eind 1969 reeds bewoond zijn. Hoewel het aantal woningzoekenden steeds toeneemt, zowel door aanvragen van bewoners uit eigen gemeente als mede van bewoners uit andere gemeenten, is het verheugend te constateren dat het woningtekort steeds kleiner wordt, zodat in de nabije toekomst de wachttijden aanmerkelijk bekort zullen worden. In 1968 werden in Terborg reeds 100 vanigwoningen en 4 bejaardenwoningen gebouwd. De totale woningtoename in de gemeente bedroeg in dat jaar 136 stuks. Het aantal gereedgekomen woningen tot en met oktober 1969 bedroeg 99 premiewoningen en 24 woningen in de vrije sector. Binnenkort wordt in Terborg begonnen met de bouw van een aantal patio-woningen. Typerend is steeds weer de gewaarwording dat de plattelander zich zo bijzonder tot het werk in de houtsector voelt aangetrokken. Hout, een edel natuurproduct, omgeeft hem met een sfeer die hij ook buiten in de eigen vertrouwde omgeving van de vrije natuur proeft. De houtindustrie en houthandel vormt sinds lang een bron van inkomsten voor de Achterhoeker. Een voorbeeld van deze industrie vormt houthandel van Dam. De in Terborg aan de Oude IJssel gelegen houthandel met een oppervlakte van 15.000 vierkante meter is slechts een gedeelte van dit bedrijf. In Varsseveld is het andere deel gevestigd met een oppervlakte van ongeveer 5.000 vierkante meter. Hier houdt men zich hoofdzakelijk bezig met de verkoop van houtproducten, zoals bijvoorbeeld keukens en vele andere artikelen. Hendré is met een personeelsbezetting van circa 75 man voornamelijk werkzaam op het gebied van het intern transport en opslag, waaronder moet worden verstaan die hulpmiddelen waarmee de stroom van goederen in een bedrijf vanaf de eerste binnenkomst, inkoop, tot het weer verlaten, verkoop, beheerst kan worden op zo economisch mogelijke wijze. Het meest bekende voorbeeld van zo'n hulpmiddel is de vorktruk, waarmee één man in één keer bijvoorbeeld 2000 kilogram kan opnemen, vervoeren en op 4 of 5 meter hoogte kan wegzetten. Hendré ontwikkelt en vervaardigt op dit gebied zijladers, speciaal geschikt voor lange goederen als hout en staal, stalen opslagstellingen en vele soorten speciaalvoertuigen. Vooral de Hendré zijladers genieten een uitstekende reputatie en worden onder meer geëxporteerd naar Amerika, West-Duitsland, Zuid-Afrika en Oostenrijk. Ook vinden leveringen plaats naar landen achter het ijzeren gordijn. Door de zeer technische aard van haar producten werken alleen allround geschoolde vaklieden in de Hendré-fabriek, die in staat zijn hun afwisselend werk met de vereiste eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Wij hebben sterk de indruk dat deze ontwikkeling van ons bedrijf alleen mogelijk is geweest doordat het daarvoor vereiste type vakman in onze streek te vinden is. Arbeidslust, vakmanschap en rustige betrouwbaarheid zijn enige van de vele goede eigenschappen van de Achterhoeken. Wij prijzen ons derhalve gelukkig in 1965 de kans tot vestiging op een uitstekende plaats in de gemeente Wis te hebben aangegrepen. En van hieruit thans in staat te zijn onze servicemonteurs snel naar alle delen van Nederland en zelfs van Europa te kunnen uitsturen. De nabijgelegen autobaan die tot aan de uithoeken van West-Europa reikt, is hierbij een groot voordeel. Onze doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van de toekomst zijn voor een goed deel gegrondvest op een uitstekende industriële klimaat in de gemeente Wis. Als men vanaf Etten-Terborg binnenrijdt, ziet men aan zijn rechterhand, aan de IJssel, de metaalwarenfabriek Benraad liggen. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1890, werd in 1959 overgenomen door de huidige directie. Men begon, naast de bestaande productie van huishoudelijke artikelen en verlichting, met de productie van bijverwarmingsapparaten, de zogenaamde flessengaskacheltjes. Ruim 400.000 stuks werden de afgelopen jaren op de markt gebracht in Nederland en in het buitenland. In 1966 kwamen de eerste Benraad gasconvectoren van de band en deze bleken een groot succes, onder andere door de toepassing van infrarode branderplaten zoals in de bijverwarmingskacheltjes, waarin Benraad inmiddels een grote ervaring had verworven. Het is ook de meest platte convector in Nederland en weegt slechts 40 kilogram. Model en brandersysteem sloegen zo goed aan dat Benraad begin 1968 weer een nieuw model ontwikkelde en in 1970 maar liefst 6 modellen in haar programma voert, en verder 3 modellen wandgasapparaten, de zogenaamde gevelkachels,
welke in 1970 voor het eerst door Benraad op de markt gebracht worden in 3 verschillende capaciteiten. Alle modellen worden weer in verschillende kleurstellingen vervaardigd, zodat er in totaal 21 verschillende uitvoeringen zijn. In de oude fabriek was Benraad door de zeer snelle groei van het bedrijf uit zijn jasje gegroeid en betrok daarom in 1967 het nieuwe bedrijfspand met zijn ruime hallen, waar het vooral mogelijk was door een ver doorgevoerde automatisering van de productie, thans per jaar 50.000 gasconvectoren, 10.000 gevelkachels en 30.000 bijverwarmingsapparaten te vervaardigen met een relatief kleine personeelsbezetting van 140 man in totaal. Binnen de gemeente Wisch zijn arbeidsmogelijkheden op velerlei terrein. De belangrijkste sectoren in deze werkgelegenheid worden gevormd door de metaalnijverheid, de houtverwerkende industrie en de bouwnijverheid, onder welke laatste ook de wegenbouw wordt gerekend. De Varsseveldse industrieën hebben zich, ten einde tot een hechtere samenwerking te komen, verenigd in de Varsseveldse Industriële Vereniging. In deze vereniging bedraagt het personeelsbestand 945 werknemers en de totale bebouwde bedrijfsoppervlakte is 77.000 vierkante meter. Het productieverkoopprogramma omvat onder andere winkelinrichtingen, sauna's, wandmeubelen, landbouwwerktuigonderdelen, kantoormeubilair en deuren. De gemeente Wisch beschikt nog over voldoende gunstig gelegen industrieterrein. Op het nieuwe industrieterrein, direct naast de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, ligt de meubelfabriek Deco. In 1932 bescheiden begonnen en allengs uitgebreid is dit bedrijf uitgegroeid tot een der vooraanstaande fabrieken op het gebied van wand- en aanbouwmeubelen in ons land. De totaal bebouwde oppervlakte bedraagt plusminus 10.000 vierkante meter en de personeelsbezetting bedraagt 160 werknemers. De verschillende systemen, zoals Royal en Deco, zijn voor ontelbaar veel gezinnen een begrip van modern en gezellig, maar bovenal ook praktisch wonen geworden. Doch niet enkel in het bedrijf te Varsseveld worden deze meubelen gefabriceerd en verzonden. Deco heeft ook verschillende vestigingen elders, onder andere in het buitenland, met name België en Duitsland. Daarnaast is er het zusterbedrijf Abstracta, waarin hoofdzaak zeer demontabele en praktische metalen winkelstellingen worden vervaardigd. Het in 1969 in gebruik genomen nieuwe fabriekspand is bijzonder ruim en modern ingericht. Bijzondere aandacht is er vooral ook geschonken aan de bedrijfshygiëne. De sociale instelling van de bedrijfsleiding maakt dat de medewerkers weten op de juiste wijze te worden gewaardeerd. Het is bepaald niet verwonderlijk dat velen uit Varsseveld en omgeving, maar ook uit omliggende gemeentes hier graag werken. Wat u hier tevens ziet, zijn de modern ingerichte toonzalen aan de Doetinchemseweg, waar men zeer overzichtelijk kan aanschouwen hoe het eindproduct van Deco eruit ziet. Ook Deco heeft de gemeente Wisch een grote naam bezorgd, niet alleen in eigen land, maar ook ver daarbuiten. Elke morgen in de vroegte rijden zwaar beladen vrachtwagens weg, dag in dag uit, en zij dragen de namen voort over de Nederlandse wegen en door alle steden en dorpen, Deco en Royal. Namen die getuigen van gezonde ondernemingsgeest, van toewijding en vakmanschap, van een bedrijf dat leeft en anderen doet leven in gezellige woonruimtes. Alhoewel de gemeente Wisch binnen haar grenzen voldoende instellingen heeft voor kleuter- en gewoon lager onderwijs, zijn de verdere opleidingsmogelijkheden helaas beperkt. Weliswaar zijn er landbouwscholen, huishoudscholen en scholen voor uitgebreid lager onderwijs,
Echter een technische, een middelbare en een voorbereidend hogere opleiding kan binnen de gemeente Wisch niet worden gevolgd omdat de mogelijkheden daartoe niet aanwezig zijn. Enige van de omliggende gemeenten bieden deze mogelijkheden echter wel, zodat de afstand van huis naar die onderwijsinstellingen niet te groot is. Na de laatste wereldoorlog is de scholenbouw in de gemeente Wisch krachtig ter hand genomen. Het resultaat hiervan is dat enige zeer moderne scholen tot stand zijn gekomen. Plannen voor de bouw van nog meer nieuwe scholen zijn in voorbereiding. Begin 1969 telde het kleuteronderwijs 647 leerlingen, het MAVO-onderwijs 769 leerlingen. Zonder enig chauvinisme aan de dag te leggen, kan gesteld worden dat de gemeente Wisch op sportgebied een vooraanstaande plaats inneemt. De gemeente beschikt over een goede sportaccommodatie en fungeert dientengevolge meerdere malen als regionaal sportcentrum. Zo beschikt Silvolde Terborg over een sporthal, die niet alleen aan plaatselijke verenigingen onderdak biedt, maar ook aan verenigingen ver daarbuiten. Achter de sporthal liggen een viertal tennisbanen en daarnaast enige sportvelden. Voorts treffen we in Terborg nog enige gymnastieklokalen aan. In Silvolde bevinden zich eveneens enige gymnastieklokalen en sportvelden. In Varsseveld vinden we het overdekte zwembad De Holde Scholen. De naam zegt het al, dat dit bad tot stand is gekomen door een voormalige school tot zwembad te verbouwen. Het overdekte zwembad omvat een instructiebad en een bassin voor gevorderde en geoefende zwemmers. Daarnaast heeft het bad een onoverdekt kleuterbad met een ruime zonne- en speelweide. Naast de individuele zwemmers maken scholen, verenigingen, lichamelijk en geestelijk gehandicapten, zowel afkomstig uit als buiten de gemeente, van dit bad gebruik. Ook Varsseveld heeft de beschikking over tennisbanen, sportvelden en gymnastieklokalen. De kleinere kernen Heelweg, Sinderen en Westendorp beschikken eveneens, zij het in beperkte mate, over sportaccommodaties. Het kristalbad De Paasberg, de Terborg, heeft vier bassins. Twee kleuterbaden, een instructiebad en een bassin waar een ondiep gedeelte is gekoppeld aan een diep gedeelte waarin zich tevens een springkuil bevindt. Het geheel is omgeven door een ruime speel- en zonneweide. Het bejaardencentrum Bettenkamp te Varsseveld biedt een prachtige woongelegenheid voor vele bejaarden. Naast dit centrum staan enige bejaardenwoningen. In totaal beschikt de gemeente Wisch over 51 van zulke woningen. In Silvolde werd eind 1968 begonnen met de bouw van dit verzorgingscentrum voor bejaarden, genaamd de Schuilenburg. Het geheel biedt plaats aan 89 personen. Het Sint-Antonia verpleegtehuis te Terborg zal mettertijd verdwijnen. Begin 1969 werd begonnen met de nieuwbouw. Dit verpleegtehuis is uitsluitend bestemd voor langdurig zieke bejaarden en kinderen. Volgens de plannen zal dit huis medio 1972 beschikken over 160 bedden, terwijl voor de verzorging 145 personen benodigd zijn. Het totaal te bebouwen oppervlak zal 40.200 vierkante meter bedragen. Het geheel vormt een onderdeel van de stichting Sint-Josef Ziekenhuis te Doetinchem. Het verpleegtehuis Den Es te Varsseveld is bestemd voor minder revalidabel langdurig zieken. Wanneer de bouw is voltooid, zal het beschikken over 55 bedden. Naast het verpleegtehuis zal een flat worden gebouwd voor het verplegend personeel. Deze film werd vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur der gemeente Wisch. Geluidsmedewerking verleende Sietse Dijkstraat.